Hallo mensen, ik ben Ricard Kremers. Ik wil jullie eventjes een paar basis skills laten zien en tutorials, aantal tutorials voor After Effects, voor basis skills te leren zoals greenscreen, tracking, wat ook al soms handig is, en 3D camera. Wat je daar eigenlijk mee kunt zeggen, dat je daar gewoon eigenlijk de basis dingen onder de knie krijgt van After Effects, zodat je dat in een groter project kunt gebruiken. Zoals je al hier ziet, heb ik dus al wat materiaal gemaakt. Ik heb dat vrijstaand mijzelf in een steegje gezet. En ik wijs wat dingen aan als Aaron Cole of andere weermannen. En dit kun je natuurlijk ook gewoon spannender maken door weg te springen of aangereden worden door een auto of weet ik veel wat. Deze tutorials zijn gebaseerd op videocopilot.net site. Dat is een site waar dus echt hele goede videotutorials staan over After Effects. Zijn in het Engels trouwens, dat wel. Maar zijn wel heel goed. En ze hebben ook plugins en voorbeeldmateriaal wat je kunt downloaden en kopen. Dus als je ze wilt supporten, zal ik zeggen, ik ben er altijd heel blij mee geweest met hen. Ga dan naar die site toe, check de videotutorials en download of betaal sowieso de plugins die ze hebben. Die zijn echt goed. Dus videocopilot.net, ik zal het heel even laten zien hier in de browser. Dat is dus deze link. Oké, dit zijn dus de basis tutorials, ook heel handig, zijn in Engels. Ik doe hetzelfde ongeveer, maar dan in Nederlands. Dus voor de mensen die dus moeite hebben met Engels, is dit wel fijn. Oké, wat moet je hebben natuurlijk om zo'n vrijstaand beeld te maken? Nou, green screen footage, eigenlijk houdt het gewoon in dat je achter een groene scherm moet staan. Dit hoeft helemaal geen speciaal uber scherm te zijn, hoe beter natuurlijk. Hoe mooier het materiaal is, maar ik heb dus mijn voorbeeldmateriaal gewoon ergens op school opgenomen. Het is geskewd, een beetje ingeduwd. Dat is dus het beeldmateriaal van die camera die dat doet. Het wordt strakjes opgerekt. Je ziet dus dat ik hier wat rommeltjes eromheen heb staan. Stoelen, tafels, een mevrouw die hier staat die ik er niet in wil hebben straks. En die gaan we er ook uithalen. Uiteindelijk krijg je dus vrijstaand materiaal en wat kleurcorrecties wat je erop zet en you're ready to go. Nou, we zullen maar beginnen. Even kijken, dit maar even aanzetten. Zetten we even compositie die ik al helemaal klaar heb, zet ik even uit. We maken een nieuwe compositie aan. Nieuw compositie. Nieuw green screen. De andere heet al greenscreen, dus ik zal deze al nieuw. De kwaliteit zet ik altijd op 1080 HD TV 25 frames. Waarom? Dat is een vrij hoge kwaliteit. Je kunt altijd nog terugscalen naar een kleiner formaat als je het voor web of voor andere doeleinden wil gebruiken. Meestal vergroot is altijd een ellende van kwaliteitsverlies. Dus zet hem vrij hoog. Hou deze presets aan. De duration, dus de tijd hoe lang het gaat duren, zet hem altijd iets ruimer dan je denkt. Je kunt hem altijd terugzetten naar wat kleiner of wat kortere tijd, zal ik zeggen. En dan komt het ook goed. Dus ik klik op oké. Nou, je ziet dus dat hij meteen hier opent. Hij is dus transparant. Als ik hem dus de transparantie toggle even uitzet, dan is het dus gewoon die zwarte achtergrondkleur van de compositie. En ik heb dus dat materiaal, dat schuif ik dus gewoon in mijn tijdlijn hier. En wat ik vervolgens ga doen is dus even gaan knippen in het materiaal. Want ik wil dus eigenlijk een nieuwe in- en uitpunt zetten van het materiaal. Dubbelklik op materiaal. En ik ga eventjes totdat ik ongeveer voorbij die tas hier ben hier. En dat is mijn beginpunt. En je ziet ook dat het materiaal meteen naar een nulpunt in mijn compositie springt. Dat is hartstikke handig. Nou, dan scroll ik wat verder. Even kijken. Tot en met dat ik dus in het beeld ga lopen. Even kijken, dus ongeveer hier zo.
Zet weer uit. Je ziet dat dit niet heel denderende kwaliteit is. Het is het kunstlicht, een beetje geelzig. Nou, ik heb een mooie kale kop daar reflectie op zitten. Als je dit dus eigenlijk wil combineren met buitenbeeld, is het beste ook dat je dit eigenlijk buiten opneemt. Want ja, dan heb je ook meteen het goede licht. Dan moet je minder kleurcorrectie erop doen en word je ook wat gelukkiger van. Maar in deze situatie gaat het ook wel. Nou, ik heb dus dit in een uitpunt opnieuw gezet. Je ziet dus ook dat mijn materiaal korter is dan mijn werkgebied. Dit is je werkgebied. Kun je terugzetten. Als je shift inhoudt, dan snap je dus naar dat gebied toe. Even naar mijn compositie overview. Ik slide even de tijdlijn hierin. Rechtermuisknop op mijn werkgebied. En trimmen. Dan maak je dus mijn compositie nou net zo lang als mijn werkgebied is. Dit is ook het gedeelte wat hij dus gaat renderen. Nou, wat we nu gaan doen is dus de transparantie aanbrengen. Dat is even kijken. Keylight heet dat. Maar wat ik eigenlijk van tevoren wil doen, is eigenlijk het onnodig materiaal, wat ik dus niet ga gebruiken, en er even weghalen. En dat doe je door middel van een masker. En een masker is eigenlijk een soort koekjesvorm die je eigenlijk een soort uitknipsel maakt van je beeldmateriaal. In mijn geval is dat dus, hier begint hij, pak de pen tool hier, klik, een beetje doorheen. Zet het niet te krap in, dus het kan zijn dat ik nog iets meer naar rechts toe loop, dus dat stuk heb ik dan ook nog nodig. Even kijken zo. Je ziet al dat dit meteen er weg is geknipt, nou dat is prima. Altijd even door je materiaal heen gaan, kijken dat er niet rare dingen gebeuren. Nou, volgens mij is het prima zo. Yes. Geen stoeltjes of wat dan ook wat er doorheen steekt. Prima. Nou, we gaan dus nu onze transparantiefilter erop zetten. Keylight heet dat. Keylight. Dat is eigenlijk het belangrijkste die je tot nu voor dit gaat gebruiken. Keylight erop zetten. En wat je eigenlijk hier aan de linkerkant meteen gaat zien met je effect controls, is dus al die opties van Keylight. Nou, het belangrijkste is je screen color. Die color picker, die klik je dus ergens in je gebied. En je ziet al dat de transparantie wordt opgevoerd. Het enige wat je ziet is ook al ook ruis hier. Dat moet je dus eruit gaan halen. Dat doe je dus in screen mat optie. Als je die clip black omhoog duwt, dan zie je dus dat kruis hier weggaat. Je kunt dus dit toggelen, hè, dan wordt het transparant. En je ziet dus dat mijn broek ook een beetje transparant is. Dit kun je dus doen door die clip white een beetje terug te zetten. Nou, dit ziet er eigenlijk al op zich oké uit. Je ziet hier wel een klein beetje schaduw ontstaan. Dat komt omdat ik tegen de muur aan stond en omdat er een bron licht komt van boven, zorgde dus ook voor een schaduw. Dus die clip black een beetje omhoog duwen. Zorg ervoor dat je daarmee een beetje mee uitkijkt, dat het niet te veel is, want hoe meer je dat doet, hoe rafeliger het wordt. Even kijken, dit ziet er oké uit. Nou, hij is al redelijk transparant. Dit ziet er allemaal oké uit. Nou, we zouden in principe al gewoon materiaal erachter kunnen zetten wat we willen doen. En dat materiaal heb ik hier gedownload gewoon van internet. Dat is dus dat steegje. En die sleep ik gewoon hierachter. Je ziet dus al dat dit materiaal groter is dan het... dan de compositie, dus je moet hem ietsjes verkleinen, tenminste, als je dat wil doen, zo, misschien nog een beetje omhoog, dat ik een beetje in die kiezel sta. Nou, wat je dus ziet is dat er nog wel een heel licht randje omheen zit, om me heen. Dit gaan we eruit halen door middel van een simpel choker. Ik typ gewoon simple, dat is Engels, hè, simple choker. En wat hij doet is eigenlijk, ik sleep hem dus op mijn videomateriaal.
is deze hier. En wat hij doet is eigenlijk, bij mijn effecten controls krijg je dus die optie. Als je dat heel extreem doet, kan ik het laten zien. Wordt het dus eigenlijk gewoon steeds minder, zo moet ik zeggen. Hij vreet er wat af van de randjes. Nou, hij moet dus niet heel extreem iets ervan afvreten, maar een klein beetje. Zoiets. En die kleur tussen die semi-transparante pixels, dus tussen mijn shirt en eigenlijk dat groene scherm, dat kun je ook een beetje nog tweaken. Standaard wordt het een beetje aangevuld met dat grijze kleurtje hier. Maar wat ik vaak doe is dan prik ik eigenlijk een kleur van de achtergrond, zodat het iets natuurlijker overgangetje is. Nou, dat ziet er wel oké uit. Misschien een klein beetje nog choker. Zo. Ja, dit is ook oké. Misschien ietsjes minder. Je kunt ook gewoon klikken en typen. Twee, zo. Nou ja, dit ziet er op zich qua transparantie perfect uit. Alleen, je ziet dus duidelijk dat er dus eigenlijk niet klopt met de licht van je beeldmateriaal en achtergrondplaatje. Dus daar moeten we eigenlijk wat aan doen. Ik klik even de key light en de simple choker even minimaliseer ik door middel van het pijltje te klikken. En wat we nu gaan doen is eigenlijk wat kleurcorrecties op ons beeldmateriaal zetten. Dus ik zet effect, color correction, curves. Curves ken je misschien wel van Photoshop. Je kunt dat dus ook per kanaal kun je dus eigenlijk wat tweaken. Dit zijn mijn highlights. Je ziet ook als ik dit ga verschuiven, word ik rood als een kreeft. Ik wil hem juist ietsjes terugduwen. Dat ik dat geel zicht eruit krijg. Kijken zo. En een donkere kleuren even kijken. Ga ik misschien nog een beetje tweaken. Niet te veel. Klein beetje maar. Je ziet ook dat het vrij subtiel kan. Groen, denk ik dat ik daar niet echt veel hoef te doen. Ik probeer het eigenlijk een beetje die achtergrondkleur van dit eigenlijk tegemoet te komen. Zo wij. Dus we moeten een beetje tweaken. Blauw. Even kijken. Meestal is dat wel een goede. Ook heel veel. Kijk, een beetje blauw zich erin zetten. Want dat is altijd buitenlucht is altijd blauw, hè. Kijken. Doe het subtiel, hè? Nou, zet ik even alle kanalen een beetje lichter misschien. Zo, kleine curve daarin. Nou, dit ziet er wel al redelijk goed uit. Misschien iets minder contrast op mijn beeld. Je ziet dat dit ook vrij flats contrast heeft. Dus ik ga even naar effecten. Zet ik er nog een kleurcorrectie op. Brightness en contrast. Ik ga het contrast ietsjes terugduwen. Een beetje flatjes, maar dat maakt niet uit. Dat is het beeld hier ook. Iets minder misschien. Ik wil er eigenlijk voor zorgen dat het beeld eigenlijk niet te veel van de achtergrond af springt, zullen we zeggen. Want hoe meer je dit blendt eigenlijk, hoe beter het is eigenlijk. Nou, dit ziet er wel oké uit. Kijken wat de brightness doet. Zal niet te veel doen. Om eigenlijk alles een beetje bij elkaar te trekken, heb je een aantal opties wat je kunt doen. Je kunt een nieuwe laag adjustment layer erop gooien. Dan kun je dus eigenlijk op beide lagen een soort aanpassing doen, effect opgooien. Dus dan ga ik nu naar color correction levels misschien. Een beetje breder slepen. Een beetje beter zien wat er allemaal is. Misschien eventjes gewoon alles een beetje donkerder zetten. En je ziet dus dat hij dus eigenlijk op alle lagen zet die hij heeft. Even kijken. Misschien dit omhoog duwen een beetje. Niet te veel. Nou, dit is één. En wat je ook kunt doen is soms misschien een mooi vignet omheen zetten. Dus een soort, ja, dat hij een beetje donkere hoekjes krijgt. Doe je door middel van een layer, een nieuw layer solid. Nou, zwart is op zich prima, misschien donkerbruin. Kijk,
Dat het toch al bij vrij aardkleuren zijn. Even kijken, zo. Kijk, dus een donkerbruine achtergrond. Nou, dit ziet er natuurlijk niet precies uit wat we willen doen. We pakken onze ellipstoel, dubbelklikken op de ellipstoel. En je maakt er dus meteen een masker omheen. In de vorm van je compositie, dat het precies in past. Wat we nu doen is in plaats van add, subtract doen. Nou, dan krijg je dus zo'n old classic Charlie Chaplin vignet. Dat willen we even wat subtieler maken door middel van de verder wat hoger zetten. Opacity wat terugduwen. En je kunt ook de expansion van je vignet wat terugduwen. En dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk een soort subtiel blending dingetje maakt. Je kunt je masker ding trouwens aan- en uittoggelen door deze. Nou, en dan heb je dus eigenlijk het eindmateriaal. Je kunt hier doorheen scrollen, een beetje kijken hoe het eruit ziet. Je maakt hier een RAM preview van. Wat je dus kunt doen bij je RAM preview, als je dit een beetje omlaag doet, kun je dus om je geheugen te sparen, kun je dus eigenlijk één frame skippen. Dit staat normaal standaard op 0. Resolutie zet je op auto inderdaad. Zoals je ziet, what you see is what you get. Een RAM preview is anders dan een normale preview, dus play. Een RAM preview doet hij eigenlijk eerst een heel stuk renderen. Dat gaat echt wat trager en als hij daarmee klaar is, dan speelt hij hem op de juiste snelheid af. Wat daar ook het voordeel van is, is als je geluid hebt, doet hij dat ook. Als je hier gewoon op play doet, dan gaat hij proberen de snelheid bij te houden, maar de meeste laptops of computers die trekken dat niet. Dus dan krijg je dus eigenlijk niet echt de juiste formaat te zien eigenlijk, of de juiste snelheid. Nog even snel laten zien hoe je iets kunt uitpakken of renderen. Pre-render. Daar geef je aan waar je het neerzet. Nou, dit is prima, die naam. Dit is een mapje. Oké, 7. Je krijgt dus hier je render queue. Kijk, ik zal even de goede erbij pakken. En waar je even moet opletten is bij die output module. Kijk, dan krijg je dus dit scherm te zien. Ik zet hem altijd op H264. Die formaatopties zet ik op 100. De bitrate. Dat is wel beter. Als je audio hebt, vergeet niet aan te vinken, want het is niks lulliger dan dat je iets hebt gerenderd en het heeft geen audio als het wel audio moet hebben. Moet je even aanvinken. Ik heb geen audio, dat wil ik niet gebruiken, dus ik zet het uit. Nou, verder hoef je niks te doen, dan zeg je oké. En dan renderen. En dan gaat hij dus renderen totdat hij klaar is. En dan als hij klaar is, geeft hij een signaaltje. En dan heb je dus je greenscreen materiaal klaar. Oké, dit was hem eerste deel. Dit was het greenscreen gedeelte. Vergeet niet af en toe ook op te slaan, hè, je project. Er is niks lulliger dan dat iets vastloopt. Oké, dat was hem. Doei!